Je zou denken dat we met het akkoord het slechtste wel achter de rug hebben vanavond, maar niets is minder waard. Wat nu volgt, ik ga dat ook kort houden, het is het absolute dieptepunt van dit akkoord. Weer kort. Nee. Ja. Nee. Namelijk de schaamteloze uitbreiding van het college van 4 naar 6 wethouders kostte €1 miljoen. Keurig bevestigd in een briefje van de week. Wat kun je doen voor een miljoen? Ik zei het net al, je kan het aan arme kinderen geven. Ik kijk naar rechts, we kunnen de OZB verlagen, we kunnen de hondenbelasting voor een deel verlagen of afschaffen. Iets waar u ook echt mee kunt thuiskomen na vanavond en nog enigszins het gezicht kunt redden. Voorzitter, hoewel de kosten van dit voorstel voor de belastingbetaler al lang duidelijk zijn, staan ze niet in dit voorstel. Een voorstel zonder financiële dekking, voor een miljoen extra kosten. Gaan de belastingen omhoog? Gaan we de spaarpot aanspreken? Gaan we bezuinigen? En zo ja, op wat? Want de begroting is nog lang niet sluitend voor de komende jaren en dit werkt averechts. Dus graag van de overkant van iemand alsnog een dekkingsvoorstel. Wie van, mag ik het woord geven? Niemand? De heer Van der Wellen. Gaat u gaan. Zoals gewoonlijk in, dit huis zal het dekkingsvoorstel keurig bij de begroting zijn. Net als het dekkingsvoorstel van de hele collegeprogramma. Volgens mij ligt de voorjaarsnota nog in de handen van de commissie. Moet die nog naar de raad? Dat kan u niet bevreemden. Dank u wel. De heer Van der Linden. Voorzitter, dat die in de handen van de commissie ligt, dat bevreemdt ons zeker niet. Alleen is hier toch de norm dat als er dan een besluit buiten die cyclus omkomt, dat daar een dekkingsvoorstel wordt opgenomen. Dat is uitgerekend wat de VVD van de heer Van der Wellen altijd bepleit. Dus ik hoor graag wat dat is, want als dit de nieuwe lijn wordt voor financiële degelijkheid de komende jaren, dan gaat het met deze gemeente financieel niet de goede kant op. Wie mag het woord geven? Niemand? Nee, dan is er ook een tweede termijn, maar ik weet niet of er nog behoefte is om op de tweede termijn daarvan gebruik te maken. Niemand? Dan gaan we over naar de besluitvorming.